Zoals je kan zien staan we vandaag voor Kinepolis hier in Kortrijk. Hier gaat vandaag de avant-première door van de Zwevegemse film Opa. Wij gaan die uiteraard meevolgen. We zijn heel benieuwd naar de Zwevegemse film. We zullen ook proberen een gesprek te doen vandaag met de bezieler van de film, Mark de Smet. En als het lukt, misschien ook wel iemand van de acteurs. Kom maar mee. Dag Mark, je hebt al een paar kortfilms gemaakt met succes. Vandaag zijn we in Kinepolis, de apotheose zal ik maar zeggen van uw filmcarrière momenteel, voor de langspeelfilm die meteen de bioscoop haalt. Wat is uw gevoel op dit ogenblik? Ja, ik weet niet wat dat moet voelen. Al de mensen vragen rond mij, zei zenuwachtig. Maar ik zei ja, zenuwachtig, kan ik dat niet? Weet je niet wat dat is, zenuwachtig zijn. Maar ja, dat ik heel rustig ben is natuurlijk... Het is niet zo. Het zou voor mij heel verrassend zijn om te weten wat de mensen ervan vinden. Dus nog even wachten. Is er eigenlijk al iemand die de film gezien heeft, buiten u dan? Nee, een technieker die bij mij geholpen heeft, maar anders is niemand. Nee. Zwevegem is voor een groot deel het decor van de film, zeg maar. Was dit een bewuste keuze? Ja, zeker. Want Zwevegem, ja, voor mij is Zwevegem heel mooi. Er staan enkele mooie gebouwen en vooral de natuur, dat spreekt mij aan. Dus... En je was een beetje geschreven zo voor te kunnen opnemen in de natuur. Dat is. Net zoals het decor, ook de acteurs zeg maar, zijn veel om Zwevegemlaren uit diverse milieus. Maar de hoofdactrice Camille, die komt dan wel uit Avelgem. Wat is de doorsteek daaraan? Dat werd gepubliceerd tenminste in de kranten. Ik zocht dus een actrice. Maar ja, er is maar één vrouwelijke personage die... mij gecontacteerd heeft en al de rest waren mensen van, of meisjes van buiten Zwevegem. Dus mijn keuze was, het was gewoon de beste die mocht spelen natuurlijk. Hè, want het is niet zo evident, de film, het is geen toneelstuk. Het is, Ja, en daar komen we naadloos bij de volgende vraag. Het is niet evident voor zeg maar, een kleinschalige productie binnen te krijgen bij Kinepolis bijvoorbeeld. Wat onderscheidt opa dan van de rest die het niet kan? Ik denk ook de mooie beelden en het verhaal, ja, sowieso het verhaal. Dus ik heb het gaan tonen in Gent en ze waren onmiddellijk eens enthousiast en wilden meer zien. Dus ja, ik probeer mijn best te doen en het heeft bij hen ingeslagen. Maar, ja, dus leuk voor mij. Wanneer kan het grote publiek komen kijken hier in Kortrijk? Dat zal halverwege, ik denk ja, 10 januari. Ja. 10 januari komt hij uit hier in Kortrijk en ik hoop dat het hangt een beetje af van hoeveel mensen dat er komen kijken, maar dat hij toch meerdere weken zal blijven draaien hier. Bij ons momenteel Camille, je acteert normaal bij de toneelgezelschap Tope in Avelgem. Dit is eigenlijk uw eerste filmrol en dan nog meteen een langspeelfilm die in de bioscoop draait. Dat moet toch iets doen met een mens? Ja, het is heel spannend eigenlijk. Omdat het de eerste keer is en ik weet ook niet hoe ik moet reageren op de beelden, want jezelf zien is natuurlijk altijd confronterend, maar ik verlang wel om hem te zien. Heb je zelf nog niets gezien van de film? Het beginstuk, 2 minuutjes. Ik heb vernomen dat jij er eigenlijk later bij gekomen bent. Hoe heb je dat ervaren om daar plots midden in die groep te moeten beginnen acteren en eigenlijk een rol overnemen, zeg maar? Eigenlijk goed. Ik ben goed opgevangen geweest door de groep en ik ga het wel missen als het gedaan is, want... Het is echt een toffe groepsfeer. Dus ja. Een filmproject die de bioscoop haalt, dat moet natuurlijk wel een boost geven. Wat zijn uw ambities nog op acteerwerk, zeg maar? Volgens Mark heb ik een goede gezichtsuitdrukking en kan ik goed gevoelens uiten. Dus ik denk dat dat ambities zijn. Je hebt nu heel wat momenten in de studio verbleven, waarschijnlijk bij het monteren. Is het resultaat datgene wat je ervan verwacht had? Eigenlijk wel. En zelfs nog beter dan ik verwacht had. De film dat moet natuurlijk groeien. Ja, een dag op, 2 dagen op, 10 dagen. En je begint dan de beelden te bekijken. En, ja. Het resultaat is eigenlijk voor mij heel goed. In naam van het gemeentebestuur hoop ik eraan u en uw ploeg van harte te feliciteren
met deze eerste langspeelfilm. En ik verneem reeds dat niet de eerste en de laatste zal zijn, dat er reeds één klaar staat om een vervolg aan te brengen.